Buongiorno, buongiorno, hallo a tutti en welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Dit is LM opnieuw en vandaag staan we klaar met Liquigas Crelan. Jawel, we gaan beginnen aan de Giro d'Italia met Davide Formolo, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli en Harm van Hoeken. In totaliteit zijn deze vier man al goed voor 12 seizoenszeges. En op pagina 2 hebben we nog Fabio Aru, Nicola Bagioli, Attilio Viviani en Ellen van Wilder. En ook zij hebben al 5 ritoverwinningen geboekt in 2020. Dus 17 overwinningen in totaliteit onder deze 8 renners. Ja, we staan met een sterke selectie dus aan de start van de Giro. We rijden van Monreale naar Milano en we doen dat over 3.356 kilometer. En uiteindelijk gaan we ook 3 keer individueel tijd rijden. Daarnaast krijgen we nog 7 bergritten, 9 heuvelachtige etappes en 5 vlakken, natuurlijk over 21 verdeeld. We gaan eens kijken naar het parcours. Waar liggen de mogelijkheden voor de Liquigassers? Dag 1 is een tijdrit. Ja, het is geen proloog, want het is iets meer dan 10 kilometer. Maar die klim rond Monreale, ja, kan misschien wat kansen bieden. Al denk ik dat het heel moeilijk wordt in die openingsrit. Argento. Daar ligt de mogelijkheid voor Formolo, ook voor Caruso of wie weet Aru. Dan gaan we naar de Etna op dag 3. Ja, ik weet het, die slotprofielen die vallen er wat af, omdat ik in dit screen heb geëdit. Ja, u ziet het, hè. Ik heb eigenlijk het middenscreen geplakt of zo, als je het zo wilt benoemen. Dag 4, dan gaan we naar Villafranca, Tirreno. Tirreno, ja, absoluut. En Mandrazi is daar de klim. Op dag 5 moeten we over deze klim van de eerste categorie, Valico. Hopelijk geraken we daarover met de eerste groep en dan liggen er mogelijkheden om de rit te winnen natuurlijk. Op dag 6 gaan we naar wederom zo'n etappe die ons moet liggen. Ja, zeer zeker met Formolo. Klikken LM, voilà. Naar Matera rijden we dan. Waar we eerst over een klim van derde categorie moeten of een colletje. Ja, het is eigenlijk iets heel kleins, een heuvel, Milotta. En dan komen we uiteindelijk aan in Matera. En daar ligt natuurlijk ook nog een heuvel. Absoluut spek naar de bek van Formolo. Brindisi is vlak. Vieste, ja, wat geaccidenteerd. En dan komen we bij etappe 9. En dit is zeer zeker een heel zwaar bergrit voor Damiano Caruso. Ja, toch een klein beetje ook een verschrikking. 2 klimmen van tweede categorie. En dan moeten we nog naar de Aremongna. Dus dat is zeer zeker een lastig ding. Tortoretto Lido, dat is de aankomstplaats op dag 10. Dan hebben we nog rit 11. Cesenatico op dag 12. Ja, dat zijn allemaal zo wat overgangsetappes. Monselice, wederom kansen voor Liquigas. Op dag 14 een lange tijdrit, 32 kilometer. Dan de Piancavallo. Ja, dat is zeer zeker een aankomst bergop. Daar moet je niet over discussiëren. Gaan we hier kunnen volgen met Caruso? Ik hoop van wel natuurlijk. Dan hebben we nog deze op dag 16. San Daniele del Friuli. Wederom heuvelachtig. Dan de Madonna di Campiglio op dag 17. Ja, dit is wel echt een stevige etappe. Zeer zeker. Passo Durone zit daar ook nog in. Dan gaan we naar Laghi di Cancano. Met de Stelvio natuurlijk als voorlaatste klim. En het is niet de koningin-etappe, want ik zou die van Sestriere benoemen als koninginrit Asti op dag 19. Overgangsetappe. En hier hebben we Sestriere, jawel, heel stevige rit deze. We gaan eerst over de Agnello. Ja, Colle dell'Agnello. Dan over de Isoar. Dan gaan we nog naar de Mont Genever. En uiteindelijk komen we aan op Sestriere. De afsluitende tijdrit is in Milaan. 15 kilometer gaan we daar rijden. En dat is het parcours van de Giro d'Italia 2020. En dat moeten we weten te bedwingen. Jawel, deze Liquigassers waren in eerste instantie de selectie. Met Fabio Aru, Damiano Caruso, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Nicola Bagioli, Daniel Os, Harm van Hoeken en Ilan van Wilder. Maar hij heeft het gezien in het begin. Dat de 8-koppige selectie toch uit andere renners bestond. Of toch een paar andere. En dit heeft er veel mee te maken. Normaal onze kopman in de Tour de France. Davide Formolo. Maar we hebben geen wildcard gekregen. Dus ja, daar zitten we dan. En hij zit nog in zijn vormpiek van het heuveldrieluik. Want hij was te laat in vorm. Ja, dat weten we ook al.
Maar dat is wel een voordeel nu bij de start van deze Giro d'Italia. En er liggen heel wat etappes die perfect bij de capaciteiten van Davide passen. Dan hebben we ook nog Attilio Viviani. Staat op 98 fitness. En daar is een reden voor, ja, hier. Omdat ik hem heb laten pieken op de Giro d'Italia. Maar bij de selectie was ik hem duidelijk vergeten. Excuses Attilio, maar hij mag zeer zeker mee naar de Giro d'Italia. Nu, ik heb 10 renners geselecteerd, maar ik mag er maar 8 sturen. Dus er moeten er 2 af, ja. Op basis waarvan ga ik me baseren? Dat is de vraag. Ik denk nummer 1, de fitness. Vooral Davide Cimolai slaat eigenlijk tegen. Die zit aan 89 fitness, dat is niet hoog. En ook Daniel Os zit vrij laag. En we gaan ook nog eens kijken naar de fitnesspeak. Ja, Cimolai zit er heel ver van. Oké, Aru ook. Os ook. Maar gezien het parcours, denk ik dat vooral Os en Cimolai kunnen gemist worden. Dus ik ga, voilà, Cimolai al wegnemen. Os gaan we hier ook wegpakken. Ja, die is qua klimstat ook niet super. Ja, nee, we pakken Os weg. Voilà. En dan sturen we dus nog Viviani en Formolo mee. En dan komen we aan de 8-koppige selectie die je dus ook in het begin te zien kreeg. Vandaar de veranderingen voor degenen die dachten van ja, hoe kan dat nu of hoe of wat. Dit is er uiteindelijk nog gebeurd bij de start van de Giro d'Italia. Je ziet het, de planning die je in het begin van het seizoen maakt, komt grotendeels overeen met wat je in het seizoen allemaal gaat doen. Maar er kunnen zeer zeker nog wijzigingen optreden die vaak in je voordeel kunnen uitvallen. Hè. Soler is hier voor Movistar. CC is er met Trentin en Zakarin. We hebben Nibali en Mollema als kopmannen bij Trek Segafredo. Team Ineos, ja, niet echt sterk bezet met Ghana, Moscon en Sivakov. Kan misschien voor ons een voordeel zijn om top 5 te rijden of zo bijvoorbeeld. Van Marke, Bettiol en Oran zijn er bij Education. Lotto Soudal, zwakke selectie. Astana is er met Fulsang, Lopez en Vlasov. Dat is ook wel zeer stevig. Dan hebben we nog Naassen, Ben, AG2R. Pinot is er voor Groupama FDJ. Topsprinter hebben ze precies niet mee. De Koenig wel. Ze hebben Bennett, Jungels en Jacobsen. Geen idee wie daar de kopman zal worden voor de bergetappes. Landa is er voor Bahrein. Dumoulin is erbij voor Jumbo-Visma. Samen met Kruiswijk. Ja, gevaarlijk duo. Hè? Zeer gevaarlijk duo. Michetin is er met Yates. Dan hebben we nog Cofidis. Zij staan aan de start met Elia Viviani en Guillaume Martin. Ook een mooi blok daarbij. Cofidis. Sunweb is er met Hirschi en Dens. Dan hebben we nog NTT met Kampenaars, Nizzolo en Pozzovivo. Pogacar, jawel, hij is van de partij voor UAE. Samen met Gaviria is Pugiboy de grote kanshebber voor deze Giro. Het kan zeer zeker. En Schachman en Akkerman zijn er ook nog bij voor Bora. Deze topfavorieten staan aan de proloog of aan de tijdrit. Ik mag geen proloog zeggen, want het is veel te lang daarvoor. Tomek Dumoulin is de topfavoriet samen met Kampenaerts en Ghana. Dan hebben we nog Schachman, Jungels, Durbridge, Dowsett, Langeveld, Mollema en Fulsang als outsiders. Lambda en Nibali, zij komen voor het eerst in het Giro d'Italia magazine. Voilà, dit is het parcours die we dus in etappe 1 te zien krijgen. Monreale, dat had ik al gezegd, 15 kilometer. En het is in het begin wel even klimmen. Daarna gaan we dus echt wel door de stad waar het vlak is. En dan komen we uiteindelijk aan in Palermo, zeer zeker. Deze mannen zijn al gestart. Baco Mollema heeft momenteel de beste tijd op Chrono 1. En dat is die beklimming van de Cathedrale van Monreale. En deze man gaat er ook aan beginnen. Damiano Caruso, plus 2 dagvorm. Oké, dat is een mooi begin. Hier aan de Mediolano. En hoeveel seconden verliezen we? 6. Dat is veel. Dat is best veel. Als je ziet dat daar Oran bijvoorbeeld op 2 seconden eindigt. We gaan eens zien waar strandt het schip voor Damiano. Voorlopig zet ik hem op automatische piloot. Ik zal je ook zeggen waarom. Omdat ik al heb gemerkt dat ik in afdalingen precies niet echt goed uit de verf kom. Op Pro Cycling Manager 20 gewoon in tijdrijden tout court. Maar ja, ik had zoiets van, ik ga hem eens op automatische piloot staan. En gewoon eens kijken hoe dat gaat verlopen. En ik denk vanaf het vlakke dat ik hem wel terug op tempo zal zetten en het zelf een beetje zal gaan bijregelen. We komen aan tussenpunt 2.
Wat wordt het daar voor Caruso? Ja, oké, 14 seconden, ça va. Nu neem ik over. Dankjewel, automatische piloot. En we gaan hem op 85 brengen, 80. Ergens ertussenin. Want u ziet het, hè. We zitten goed met de gele balk. We hebben wel nog wat over. En dan gaan we stilaan naar de aankomst in Palermo. Voorlopig 7e tijd aan tussenpunt. 13e tijd na de klim. Ja, vooral die klim had ik eigenlijk gehoopt om beter te doen. Plus 2 dagvorm. We komen op 76 tijdrijden vandaag. Ja, waar komen we hieruit? Aan de eindmeet. Jungles, de beste tijd daar. Oh, we verliezen wel wat hoor. 31 seconden. Ja, dat is niet weinig. Het is niet weinig. Zeker niet als er nog wat mannen beter gaan doen als Bob Jungles. En deze Aru is er ook aan begonnen. De Monreale. En hier komen we boven 10 seconden met hem. Ja, we doen het slechter dan met Caruso. Ook hier automatische piloot. Hè. Het is mijn tactiek vandaag. Ja, ik had gezien bij mijn eerste renners van Hoeke, Viviani. Die had ik zelf bestuurd. En dat was bijzonder zwak. Dat zie je ook daar linksbovenin. Viviani 2.38 verloren, Van Hoeke 1.47. En dan dacht ik van, ik ga toch dat beginstuk eens op automatische piloot doen. Of eigenlijk gewoon de helft van deze tijdrit is het. En dan zag ik plots Van Wilder, veel beter, want die had echt een slechte dagvorm. En Colbrelli, je ziet het, ja, plots 56 seconden zag ik daar staan. Ik dacht, ja, alright, dat is de tactiek op deze tijdrit. En dan heb ik gewoon met Caruso, zoals je daarnet hebt gezien, het gedaan. En hier net hetzelfde, idem dito aan Aru. Tweede tussenpunt, 33 seconden. Met Fabio is het wel meer. Heeft nogthans ook een vrij goede daalstat. Maar ja, de tijdritstat is niet om naar huis te schrijven. Hè. Dat zie je. 69 tijdrijden, 68 proloog. En hij is niet gespijsd door de dagvorm, want hij is gewoon break-even. Waar komen we met Fabio uit? Is het hier al duidelijk dat Damiano Caruso onze ultieme kopman gaat worden voor het klassement? Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat het er niet meer echt in zit voor Fabio in zijn carrière. Een grote ronde winnen, zeer zeker niet. Maar zelfs erom wedijveren, het lijkt allemaal heel moeilijk te worden. En deze man moet als laatste liquigasser starten. Plus 2 dagvorm, Davide Formolo. Hoe doet hij het op deze eerste knik? Wat doet de AI, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Is er wel goed in. Hè? Voilà, 1 seconde, zeer zeker. Het is ook een heuvel. Hè? Het is niet echt een klim. En hij heeft een plus 2 dagvorm. Dus die heuvelstat gaat omhoog. Maar ook de tijdritstat. Ja, nog even kijken wie er achter Davide zit. Maar niet echt de grote tijdrijders. Marc Soler heeft ondertussen wel het eerste tussenpunt gebroken. Heeft daar Bauke Mollema geklopt. In dezelfde tijd weliswaar. Hij deed er 2 minuten en 4 seconden over. En ook op de Via Roma aan tussenpunt 2 is Soler de beste. Oh, krijgen we hier een verrassing. De kopman van Movistar, ja. Dat zal hij zeker zijn, want ze hebben daar niet echt veel ander goed volk afgevaardigd. En nu gaan wij terug overnemen. Ja, de AI heeft dit hier wel iets guller gedaan bij Formolo. De gele balk zit voor op het parcours, dus wij moeten terug wat inhouden nu. En u ziet het, tussenpunt 2 is goed, hè. Heel goed, zelfs 5 seconden. Maar ja, komt natuurlijk ook omdat Formolo eigenlijk iets te veel gas heeft gegeven. Kunnen we dit hier nog recht trekken in die laatste kilometers? Ja, sowieso, want we nemen gas terug. Maar hoeveel tijd gaan we nog aan de broek gesmeerd krijgen? En is Bob Jungles op weg naar de Maglia Rossa? Het lijkt wel zo. Het lijkt echt zo. 16 minuten heeft hij erover gedaan. De Luxemburgse kampioen van de Koenig Quickstep. Hier komt Formolo. Ja, we verliezen tijd op dat laatste stuk. 58 seconden. Het is veel. En hier Pogacar met Dumoulin. Dumoulin is niet onaardig bezig. Wel niet de beste tijd momenteel. Deze Mika Landa wel. Heeft dat op die klim perfect uitgespeeld. Maar de rest van de tijdrit, hè, dat is de vraag. Want daar schittert Landa zeer zeker niet in. We gaan naar de Via Roma. Fuglsang is de laatste in de rij. De laatste starter van vandaag.
En hier verliest Landa al 6 seconden. En het ergste moet nog komen voor Mikel. Nou, we gaan even doorspoelen tot we aan Fuglsang komen. Voilà, we hebben Fuglsang gehad. Dus Marc Soler heeft de beste tijd op tussenpunt 2. En dan in Palermo deed hij uiteindelijk 7 seconden trager dan Jungles. En wat wordt het hier voor Landa? Ah, 39 valt mee. Komt in de buurt van Damiano Caruso. Wat doet Vincenzo Nibali, de haai van Messina? Ja, ook 35. Is ook veel. Komt ook achter Caruso. En dan hebben we hier nog Fuglsang. Die misschien echt wel nog een kans maakte. Voor een goed klassement. Hij komt op hoeveel seconden? 43. Oh, dat is ook veel. En dit is de ritwinnaar. En de eerste Maglia Rossa. Bob Jungels. Hij doet het. Hij klopt Soler met 8 seconden. Dumoulin met 12. En Kampenaerts met 13. Ja, verrassende winnaar. Verrassende winnaar, dat wel. En Mollema is de eerste bergleider. Hij pakt 3 punten op dat eerste tussenpunt. Maar daar had hij toch niet de snelste tijd, dacht ik. Of gaat het echt over puur de beklimming? Ja, kan ook. Dat hij echt gewoon de snelste beklimming heeft gereden. Wel een beetje vreemd. Hij pakt de bergtrui. Terwijl volgens mij toch wel duidelijk Landa daar de beste tijd had. Maar zwat, ik wil er vanaf zijn. Wij verliezen uiteindelijk 32 seconden. 13e plek. Het is eigenlijk niet slecht, hè. Het is niet slecht met Caruso, nee. Ik had het gat groter verwacht. Dus dat tekent wel een paar perspectieven uit. Landa was niet goed. Pogacar niet. Nee, Oran ook niet. Sivakov tegenvallend, Simon Yates. Ja, de meeste klassementsmannen hadden een vrij slechte tijdrit achter de rug. Colbrelli verliest 57 seconden. Formolo net geen minuut. Samen met Thibaut Pinot. Want Pinot is er dus inderdaad ook. Hè. Ja, Tom Dumoulin doet toch een kleine zaak hoor, denk ik vandaag. Van de klassementsmannen toch echt wel de beste tijd geklokt. En wij starten niet slecht. Etappe 2, voilà, Giro d'Italia 2020. Wat wordt het hier van Alcamo? Gaan we 150 kilometer rijden? En u ziet het daar bovenin staan, ja, 4 oktober. Dit is een real life presentatie, dus ik heb hier niets aan aangepast of veranderd. Ik heb ze er gewoon ingestoken. We rijden naar Agrigento, maar wij zitten niet in oktober, want virtueel was er geen corona. Dus we zitten wel nog steeds in de 5e maand van het jaar te rijden. En Fuglsang, Schachman, Mollema, Formolo, Woods, Landa, Yates, Jungels, Pinot en Tom Dumoulin worden verwacht naar deze etappe. Of in deze etappe moet ik zeggen. Hè. Maar we rijden wel naar Agrigento, waar een leuke citadel wacht. En ik denk dat we echt wel kans maken. Dus we zetten Formolo erbij als kopman. Aru mag hem dienen. Net als Colbrelli en Van Hoeke zetten we toch nog even als vrije man. Ja, zwakke tijdrit van Harm, ik weet het. Minuut 47 verloren. Het was precies als meer. Het was gedurende de tijdrit dat hij al op een minuut 47 stond. Maar oké, uiteindelijk heeft Jungels gewonnen. Dus dat is in principe wel zijn verlies geweest voor Van Hoeke. Dus ja, een goed eindklassement. Het wordt al moeilijk hè, met Harm. Plus 4 dagvorm op Formolo. Oh, dat is wel nice. Dat is heel lekker. Van Wilder plus 3. Aru ook een plus 2. Bagioli plus 1. Colbrelli min 3. Ja, dat is minder. Want hij is wel zowat onze snelste man in deze Giro. En op zo'n aankomststrook. Hij kan dat wel. Maar met een slechte dagvorm wordt dat wel heel moeilijk. Van Hoeken wordt meteen meegestuurd met de vluchters. Niet de vlucht van de dag, want die is al teruggegrepen. Er is heel wat bedrijvigheid in deze openingsfase. En we gaan naar de Santa Nifa. Ninfa, excuseer. 4,9%. Net geen 4 kilometer. En natuurlijk willen we hier strijden om de bergpunten. Hè. We zijn er wel vrij laat bijgekomen. Ik hoop dat we nog krachten genoeg hebben om het hier af te maken met Van Hoeken. Goaltje van vierde categorie. Dus in principe krijgen we Mollema niet uit de blauwe leiderstrui. Want die heeft al 3 punten. En dat is ook het maximum dat we hier kunnen scoren.
Piccoli zit hier nog, Bidar, Carboni, Sabatini. En wij proberen hier Piccoli af te houden en dat lukt. Jawel, Van Hoeken pakt hem. En u ziet het, we komen samen met Bauke Mollema aan de leiding. Op naar Agrigento. En hier is onze trein hè, met Arou, Van Hoeken, Formolo en Caruso. Waarom Caruso in laatste positie? Ja, gewoon zodat hij zou mee zijn. Maar de afwerker is wel degelijk de man in derde positie. Italiaans kampioen. En daar gaat Fuglsang. Demarrage, versnelling, Fuglsang. Het was volgens mij Woods die reageerde. Inderdaad, met Schachman. Daar komt de man in het roze nu. Met Jungles en Mollema zien we hier ook tussen schuiven. In het blauw vertrekt zich Afredo. Voilà. Arou op automatische piloot. En nu moet Van Hoeken komen. Van Hoeken is de lead-out man. 99. Ja, de rest zit precies wel een klein beetje dood. We gaan nog wat wachten. Niet te vroeg komen, want het loopt op natuurlijk. Er zullen waarschijnlijk nog mannen van achteren komen. En nu komen we met Formolo. Italiaans kampioen Formolo gaat hier winnen op de Citadel van Agrigento. Jawel, er komt zelfs niemand aan. Nee, nee, nee. Kijk eens daar. Overduidelijke ritzegen voor Liquigas Crelan. Bam. Daar is nummer 1 in onze thuishaven in het Italië van Liquigas. De grootste gasmagnaat in Italië en omstreken van de Middellandse Zee misschien wel. Maar daar is hij. Bam, bam, bam. Goeie keuze om Formolo uiteindelijk nog mee te nemen. Hè. Ja, ik wist het. Je moet natuurlijk ook geen grote wielerkenner zijn om dit in te zien. Dat dit soort aankomsten perfecte dingen zijn voor Formolo. En plus 4 dag voor hem. Oké, dat heeft er ook bij geholpen. Hij pakt de rit. Helaas geen tijdskloof. Jammer. Maar de Maglia Rossa zat er na de zwakkere tijdrit van Formolo niet echt in. We stonden bijna een minuut achter. Dus het kon eigenlijk ook gewoon niets. Extreem. Daar spelen we nog op. Jawel. Niet 1.1. Wel het gewone extreem level dat PCM 20 meegeeft. Formolo wint dus voor Fuglsang, dan Simon Yates, Vincenzo Nibali op 4. Dan hebben we nog Damiano Caruso, Landa, Van Hoeken, Jungles, Schachman, Woods, Oran, Thibaut Pinot, Mollema, Lopez, Soler. En uiteindelijk op 16 Simon Clark. Hebben we hier tijdsverschillen gehad of niet? Ja, voor, Fabio Arou zat wel bij, erbij. Kruiswijk, Dumoulin ook. Nou, nee, geen echte afscheidingen. Daar wel, op plek 61, Duchesne. Duchesne, hij verliest 1.17 met een pak andere renners er ook bij. Sonny Colbrelli zat erbij, naast de Kampenaerts Tussveld. Jacobsen zat daar ook in die groep met Nizzolo. Ja, ik zie niet meteen grote klasse mensmannen zitten. Ik zag even Nibali, maar het is Antonio, dus het is niet Vincenzo. Dat kon ook niet, want die zat heel goed voorin. Dus nee, geen tijdsverlies voor grote klasse mensmannen. Jungles blijft in de Maglia Rossa. En met deze top 10 gaan we naar de rit naar de Etna. Mount Etna komt eraan op dag 3. Ja. De Giro verrast altijd zo'n beetje. Hè. Zo heel vroeg een prangende bergrit erin knallen. Of soms een citadel, maar dan misschien iets extremer. Maar dit is echt wel een leuke. 150 kilometer. En we starten eigenlijk bijna aan de voet van de Etna al. We doen daar wat kilometers in de buurt. En op het einde gaan we uiteindelijk de vulkaan op. Jawel, de vulkaan. Noem hem zeker maar zo. Want het is gewoon echt een vulkaan waar we op rijden. Pino, Landa, Yates, Dumoulin, Nibali, Kruiswijk, Lopez, Fuglsang, Mollema en Oran. Ja. Ja, het is stevig veld, hè. Ja, dat wordt lastig met Caruso. Ik denk dat wij klimstijd 76 hebben, als ik me niet vergis. Pinot heeft al 83. Ja, in de tijdrit gaan we niet heel veel tijd winnen op de meeste klassementsmannen. Dus we mogen eigenlijk gewoon in die bergritten ook niet te veel tijd verliezen. Formolo wordt nog meegestuurd als medekopman. Maar ja, eigenlijk weten we al dat hier gewoon alles op Caruso zal gespeeld worden. Wie weet Van Hoeken als hij een superdag heeft. En we gaan eens kijken naar de dagvormen. Plus 1 op Caruso, plus 1 op Van Hoeken. Nee, vandaag echt
geen super dag voor me. Maar oké, we mogen niet klagen, want gisteren hadden we dat wel. En door zijn ritoverwinning start vandaag Formolo in de paarse puntentrui. En wij gaan ook even naar de tussensprinten, want we hebben twee mannen meegestuurd in de vlucht van de dag. Van Hoek en Colbrelli, Pidar, Ravazzi, Sardini, Herada, Benedetti en Holmes. En de tussensprint is voor Sonny, jawel. Colbrelli pakt hem. Gaan we ons met hem focussen op de paarse puntentrui? Ja, misschien. Al denk ik dat er heel wat ritten tussen liggen die vooral Formolo aanbelangen, waar we ook veel punten gaan pakken. Dus misschien gaan we ons iets meer richten met Formolo op die puntentrui dan met Colbrelli. En we beginnen aan Mount Etna, waar de focus naar Caruso gaat. Onze klassementsman. 9 kilometer hebben we nu al gehad van de Mount Etna. In totaal 6,2% gemiddeld en 19 kilometer lange. Deze vulkaan. En komen er aanvallen. Wij proberen het tempo wel erin te houden met Van Wilder. Want zolang er geen aanvallen komen, dat is in ons voordeel. Caruso heeft niet echt die explosiviteit om aanvallen te pareren. Dus ja, ik hoop dat het meevalt. We hebben een plus 1 dag voor. 77 klimstad vandaag. 78 hillstad. Ja, dat is niet superveel, maar oké. We moeten wel opboksen tegen heel wat kwaliteiten. Onder meer Pinot, Dumoulin, Nibali. En Van Wilder doet dat goed. Maar nu is zijn bord leeggegeten. Michetin neemt over. Ja, ik hoop niet dat ze nu snel gaan aanvallen. Formolo is nu de laatste man voor Damiano. Aru zit er al volledig door. Heeft al hard gewerkt natuurlijk. Ook Bagioli, Van Wilder, Colbrelli en Viviani zijn er al af. En ik denk dat nu de meeste dode zwanen er zullen gaan afgaan. Hè. Caruso zit nog steeds goed. Voorhoede van het peloton. Van groep 1 eigenlijk, want je ziet het, peloton gaat nu al naar 87 renners. Maar we komen ook heel dicht tegen de finish al. Hè. Daar is de boarding en daar is de aanval. Fuglsang met Yates in het wiel, denk ik. Jawel, Dumoulin, Lambda, Nibali zit erbij. Zakarin en Uran ook. Waar zit Soler? Die komt hier, denk ik, met de beste jongere, Marc Skehirschi. Zijn landgenoot Reichenbach zit daar ook nog in de buurt. Zwitsers kampioen voor Groupama. En waar is Pino? Voorlopig niet te zien. Wij ook niet natuurlijk. We doen het op ons eigen tempo. Oh, hier is al de laatste kilometer. Oh, dammit. We moeten even versnellen nu. Dit had ik niet door. Ah, een beetje een blok van Zakarin. En nu moeten we wat tempo maken. Ah, we gaan nog redelijk uitkomen. Maar de ritwinst is duidelijk voor Mikel Landa. De renner van Bahrein, McLaren, pakt hier de zege voor Fuglsang. Dan Nibali of Dumoulin? Nee, het is Dumoulin. Dan Nibali. Uran is vijfde voor Simon Yates. Jungles, Pinot klopt ons net, maar wij kloppen wel Lopez. Oké. Okay. Caruso, negende plek. Ja, we verliezen wel wat tijd. Dat is iets minder natuurlijk. Formolo volledig leeg. En ook Van Hoeken. Die ik dus op automatische piloot had gezet. Maar de AI heeft het niet super gedaan met haar. Ook al was zijn dag ook niet super. Hè. Voilà, Landa wint voor Fuglsang, Dumoulin, Nibali, Uran. Als, zoals ik al zei, ook Yates zat nog binnen dezelfde tijd. En dan viel de kloof van 20 seconden. 20 seconden extra erbij voor Damiano Caruso. Nou, dat is niet leuk. Oké. Dumoulin is wel de nieuwe Maglia Rossa. Hij verdrinkt Bob Jungels van de eerste plek. Die blijft er wel nog staan in de top 10. Op de tweede plek eigenlijk gewoon. En oké, okay, het was niet slecht op extreem. Ja, we gaan beter dagvorm moeten hebben. Hè. Als ze met Caruso echt willen wedijveren tegen een Landa. Fuglsang zou ik er nu niet gedurende de hele Giro bijzetten. Maar Dumoulin wel, Nibali zeer zeker, Uran ook. Simon Yates, waarom niet? En Pinot, Lopez, zij moeten misschien echt nog in vorm komen. En wat te denken van Kruiswijk, Pogacar, Hart. Ja,
Er is veel klimgeweld aanwezig in deze Giro d'Italia 2020. Formolo verloor uiteindelijk 1.27 vandaag. Sivakov 1.10, dat is ook best veel. Rishi Port zien we hier ook nog tussen staan. Woods, Guillaume Martin. En dan gaan we naar het algemene klassement, hè, waar we nu naar plek 12 zijn gezakt met Caruso. Want we stonden tiende voor de aanvang van de rit naar de Etna. Ja, oké. Ik neem er wel vrede mee. 44 seconden, een tijdrit gehad. Een eerste bergrit al. We zijn nog totaal niet in vorm. Het valt heel goed mee. Het had zeker en vast erger gekund. En zie eens daar, Tadej Pogacar staat tenslotte ook al op 49 seconden. Dus er kan nog heel veel gebeuren. 3 dagen ver in de Giro d'Italia. Start is billig te noemen. En ik zie jullie graag terug voor de volgende. Als je nog niet hebt gezien wat het postschema is tussen oud en nieuw, ga dat zeker doen in de eerste comment van deze video. Dan kom je dus terecht op mijn Twitterpagina. Voor de rest zou ik nog zeggen, als je deze video leuk vond, geef gerust een blauw duimpje. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat ook zeer zeker. En ik zie je graag terug. Tot op nieuwjaarsdag is het, jawel. Ik wens je alvast een prettig nieuwjaar en ik zie je graag terug. Tot dan. Bye bye.